Nou, aan de Radboud Universiteit kun je bijvoorbeeld, als je aan de management of aan de governance kant wil werken, eigenlijk aan het beleid van overheden, wat die kunnen doen aan het vraagstuk. Dan kun je terecht bij opleidingen zoals die van ons, geografie, planologie en milieu. Of bijvoorbeeld bedrijfskunde, waarbij ze een master hebben richting duurzaam ondernemen. Als je meer inhoudelijk technisch over het vraagstuk wil weten, bijvoorbeeld de chemische koppelingen in de atmosfeer, dan kun je terecht bij onze faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. In 2013 gaf ik een methodevak, toen heb ik het klimaatvraagstuk helemaal centraal gesteld. En vervolgens zijn we ook met een kleine delegatie studenten naar de klimaattop in Warschau geweest, in Polen. En op die klimaattop zag ik dat er eigenlijk door ook diplomaten zo beperkt gecommuniceerd werd over toch een heel groot vraagstuk. Dat ik dacht, ja, die communicatie die men spreekt is eigenlijk onvoldoende. We moeten het vraagstuk visueel maken en een aantal verhalen scheppen, zodat mensen het cognitief nog kunnen bevatten. Dat wilde ik terugbrengen in eigenlijk de eenvoud van een bordspel, zoals het bordspel Risk bijvoorbeeld. Met een wereldkaart met daarop alle voorraden, gas, olie en kolen. En bekijken hoeveel daarvan kunnen we nog uit de grond halen en op een veilige manier in onze atmosfeer verbranden. Dit is de eerste versie van de pilot game, van een carbon game. Het is een pilot versie en zoals je ziet is dit een hele basiskaart. Maar waarop je wel alle grondstoffen kan zien. Je ziet hier de voorraden aan kolen, olie en gas. En de bedoeling van het spel is dat aan de hand van een timeline, en dus kijken doordat verschillende landenblokken gaan onderhandelen, om te kijken hoeveel van de voorraad ze in de grond laten zitten en hoeveel uiteindelijk ze bijdragen aan klimaatadaptatie. Je werkt uiteindelijk naartoe dat de 2-graden grens, er is een 2-graden grens, de aarde mag niet warmer worden dan 2 graden. En als iedereen nu op dezelfde manier doorgaat als dat ze nu bezig zijn, wordt die grens niet bereikt. Dus om dat wel te bereiken, zouden landen hun grondstoffen erin moeten laten zitten, zoals kolen, olie en gas. En dat is het doel van dit spel. Dit spel heeft als voordeel dat het dilemma het blootlegt dat het voor alle landen inzichtelijk is hoeveel voorraad elk land heeft over een bepaalde tijd en hoeveel zij zelf dus ook nog in de grond hebben zitten. En wat zij dus zelf kunnen bijdragen, maar ook wat andere landen bijdragen. Sommige landenblokken nemen het voortouw en andere landenblokken kunnen dan dus volgen of juist niet. En door dit hierbij te gaan overleggen tussen verschillende landenblokken, barst er dus ook een soort van discussie los van waarom doe jij niet mee, kom op en dat soort dingen. Het is een hele gesimplificeerde versie, maar eigenlijk bij de klimaattoppen wereldwijd en aankomende keer in Parijs zijn ze dit ook aan het doen. Verschillende landen zijn hierover aan het overleggen. En alle randzaken worden in dit spel buiten beschouwing gelaten. Het doel is om dit carbon game uiteindelijk zo te ontwikkelen dat het ook op een lokaal niveau gespeeld kan worden. Dus dat lokale overheden zoals gemeentes ook met elkaar dit spel kunnen spelen om dan samen als een regio tot bepaalde doelstellingen te komen.